Ja, we zijn hier nu op kantoor in Etten-Leur. En ja, even niet op de straat dus, want dat zijn jullie natuurlijk gewend van straattaal. Maar ja, het is ook wel eens kantoortaaltijd. Dus welke taal spreken ze nou eigenlijk hier op kantoor? En hier achter mij zitten de uitvoerders. Dag Stan. Goedemiddag. Leuk jou hier te ontmoeten, joh. Ja, zeker. Zeker. Op mijn plekje, hè. Je kent je plek, hè? Ja, zeker. Op vrijdagmiddag meestal wel, ja. Ja, ja. Hey, en ja, jij bent uitvoerder? Ja, zeker. Maar wat voer jij hier nou uit? Nou, ik ben eigenlijk... Ja, dat is een lastige. Eigenlijk doe ik niet zo heel veel. Nee, dat is natuurlijk... Dat is natuurlijk een grapje. Nou ja, ik ben eigenlijk 8 maanden geleden ben ik hier gekomen, net klaar met school. En toen ben ik eigenlijk assistent uitvoerder toen een stage geworden van Martino. De leermeester van Stan. Ja, hij stopt wel heel veel veren in mijn kont. Nee, leuk. Wat is nou eigenlijk de functie van de leermeester op het gebied van jouw functie, de uitvoerder? Ja, Stan is natuurlijk net van school, dus dan moet je nog veel leren. Zo ben ik zelf ook begonnen. Ook ooit hier stage gelopen bij de Krom. Ook weer teruggekomen. Dus ook weer een goed teken dat we allemaal terugkomen natuurlijk. Jij zit nu hier heel vaak op kantoor. Of ben jij ook wel eens echt op de straat? Meestal is het een beetje 50-50 zeg maar. Je hebt altijd natuurlijk buiten je werkzaamheden. Maar bij die werkzaamheden komen natuurlijk ook altijd administratieve zaken bij kijken. En die doe ik eigenlijk hier altijd op kantoor. Wat moet je dan bijvoorbeeld allemaal doen aan administratief gebeuren? Nu ben ik bijvoorbeeld bezig voor de gemeente Hardenbergen. Daar hebben wij een onderhoudscontract. Dat gaat over rioleringen. Dus we hebben nu een melding gehad van een gat in de weg. Ja, die moeten we gaan repareren. Voordat wij in de weg mogen graven, moeten we een klikmelding doen. En die ben ik momenteel aan het doen voor de jongens, dat ze maandag weer gelijk kunnen starten. Je zegt het is vrijdagmiddag. Ik zou zeggen, ja, neem er een slok van, zou ik zeggen, hè, Stan. Ja. Stan, de man die alles kan. De man van de straat, maar ook de man op zijn plek. Hij smaakt lekker. Hij smaakt goed, zeker. Heb jij ook zo'n lekkere kanon gekregen, zo'n Poolse rakker? Nee, nog niet. Zometeen om 4 uur. Dan gaan we hier de Apres Ski Bar in en dan gaan we even goed vieren dat het weer weekend is.